Goedemiddag. De twee schilderijen van Rembrandt die de staat wil kopen, komen naar Brabant. Na de aankoop maken de doeken een tour door Nederland en ze doen ook het Noord-Brabants Museum in Den Bosch aan. Het gaat om deze werken, huwelijksportretten van Maarten Solmans en Opium Coppit. Rembrandt schilderde ze in het begin van zijn carrière. Het kabinet en het Rijksmuseum willen samen 160 miljoen euro neerleggen voor die portretten. We gaan naar Den Bosch, naar het museum. Daar is verslaggever Peter Pim Windhorst. Ja, Peter Pim, zijn ze een beetje blij daar met de komst van de schilderijen? Nou, daar kan je natuurlijk wel donder op zeggen. Ze hebben hier, als ze komen, hebben ze hier straks in korte tijd en Van Gogh en Rembrandt en Jeroen Bos. Nou ja, dat zijn natuurlijk grote publiekstrekkers. En dat zijn ook schilderijen die je als museum graag wil laten zien. Ik heb hier Charles de Mooij bij me, de directeur van het museum. Charles, weet jij waarom het Noord-Brabants Museum is uitgekozen? Ja, er is door het Rijksmuseum een selectie gemaakt van 12 musea. En die heel mooi gespreid liggen over het land. Maar het zijn ook bijna allemaal provinciale musea. Dus dat is de insteek geweest. Moesten natuurlijk ook musea zijn die dat soort kostbare, waardevolle werken ook op een goede manier kunnen presenteren. Dan praat je over beveiliging? Dan praat ik met name over beveiliging, over klimaat en natuurlijk ook over de goede ruimtes. Hè. Het zijn flinke stukken, 2,10 meter. Nou, dan heb je ook een flinke wand nodig. Ja. Weet je al wanneer het zou gaan gebeuren? Nee, dat weten we niet. Er is natuurlijk een voorbehoud van of de koop wel doorgaat. Nou, ik denk eigenlijk dat die koop wel doorgaat. Maar wanneer dat dan zou gebeuren, dat is nog niet bekend. Dankjewel, Charles de Mooij. Ja, Charles de Mooij, en dat is een hele blije museumdirecteur met de mogelijke komst van twee Rembrandts naar zijn Noord-Brabants Museum.